hè, zo'n vlucht met z'n tweeën. En dit is ons uitzicht, ja, niet normaal. Zo chill dat we ons bij ons hebben. Ik heb lekker een jurkje aangedaan. Helemaal gesloopt gewoon. Oeh jongens, wat lekker. Jouw zijn is dan alles wat ik wil. Als je niet beter zou weten, zou je even denken dat ik zwanger zou zijn. Binnen een split second zag ik ineens dat Bobby in het water stond en zich niet staan kon houden. Maar echt de schrik van mijn leven. En dat terwijl ik altijd zo ontzettend alert ben daarop. En welkom bij een nieuwe weekvlog. Je valt midden in een heel gezellig moment bij ons. Oh, tenminste. Want wij gaan lekker op vakantie. Het is vandaag... Yay! Het is dinsdag 2 november. En het is super vroeg in de ochtend. 6 uur. Wij zijn er helemaal klaar voor. Taxi komt zo meteen. En dan gaan wij lekker naar Spanje. Ik heb er zoveel zin in. Dus ja, helemaal leuk. En ik ga jullie meenemen. De kindjes die zijn er helemaal klaar voor. Ik heb allemaal tassen, 3 koffers. Je neemt best wel veel mee met kinderen. Vooral in dit seizoen van het jaar. Want ja, het kan er in de middag bikini weer zijn en in de avond koud. Dus. Maar goed, ik ga even opschieten. Ik spreek jullie straks weer. Nou, lekker hè, zo'n vlucht met z'n tweeën. Heerlijk. Kijk, stoeltje naast ons, vrij. We hebben een kind aan. Dat moet iedereen aanraden. Lekker met opa en oma mee. Dat bedoel ik dus. 1, 2, 3. Met mijn moedertje. Het is 4,5 uur vliegen en we gaan zo meteen eerst naar Fuerteventura en daarna pas naar Tenerife. Daar gaan we op vakantie, ik weet niet of ik dat al had verteld. Waar gaan we naar Tenerife? We gaan nu eerst naar Fuerteventura, dat duurt nog 2,5 uur om precies te zijn. En dan gaan we daar een tussenstop van een uur en dan pas naar Tenerife. Oh jongens, maar ze zijn super lief, dus het gaat wel heel goed, maar ik vind het zelf altijd heel lang duren. Mijn kindje hebben eigenlijk minder last van, dus dat is goed. Hé jongen? Stickertje nog, Charlie? Ja, dankjewel. Welke wil jij, jongen? Die. We zijn er hem op. Zo blij. Eindelijk, hoe vond je het? Ja! Hij vond het helemaal leuk. Ja, we hebben de koffers al. Ik ben nu even op mijn ouders en Ed aan het wachten op de lift. En dan gaan we naar de bus. Lekker naar het appartement. We hebben lekker een paar chippies erin en mee. Dat helpt altijd een beetje zout na zo'n vlog. Charlie is wel een beetje moe, hè? Die heeft eigenlijk... Ja, helemaal. Ze wil nog meer. Ze heeft 20 minuten geslapen en is vanochtend 5 uur wakker. Want het is nu... Wat is het? 5 uur Nederlandse tijd volgens mij inmiddels al. Dus een beetje moe en nu hebben we lekker zoute chipjes. Hè? En dan gaan we eindelijk... We zijn er wel jongens. Meiden die liggen lekker op bed. Wij zijn in ons appartement. Helemaal prima, het is best wel groot zelfs. Oh, daar heb je mijn moeder. En we gaan even lekker buiten zitten. Het is volgens mij een uurtje of 6 al, hè? En dit is ons uitzicht, ja, niet normaal. Zo chill. De zon schijnt nog een beetje. Namensje lekker, Ed. Ik zal even laten zien. Want we kijken op het zwembad uit. Oh, ja, dit is toch geweldig. Helemaal leuk, we gaan nu even lekker wat drinken. Chipje erbij en dan gaan we vanavond gezellig uit eten. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Deze licht. Goedemorgen, dus het is vandaag zaterdag hier. We zijn inmiddels alweer een paar dagen verder. Klepje. En het is echt zo ontzettend genieten. Zo lekker even weg zijn. Even in het buitenland. Andere omgeving. We hebben heel fijn weer. Het is gewoon lekker warm. Ook 's avonds goed genoeg. Ja, echt. Ik ben helemaal blij. Ik heb een paar dagen gerelaxed. En ik dacht, ik ga jullie nu weer even lekker meenemen. Ik ben net helemaal klaar. Lekker bikini aan.
topje die is nieuw. En deze ook heb ik bij de H&M gekocht. Net voor we gingen. Helemaal chill. En nu is het volgens mij iets van 9:15 of zo. We zijn allemaal klaar. Gaan we even lekker buiten een rondje lopen. En daarna naar het zwembad. Het is elke dag eigenlijk ja, zonnig. En af en toe een beetje bewolkt. Dus we kiezen nog steeds de momentjes waarop we dan wel en niet gaan zwemmen. Want een hele dag met kinderen aan het zwembad. Het ja, werkt meestal toch niet helemaal. In ons geval tenminste. Hey dametjes. Jij moet nog een bandje om, meid. Ik heb voor de kindje heb ik allemaal bandjes met mijn telefoonnummer. En die moet ze om, want ik ben als het dood dat ik ze kwijtraak. En dat ik ze dan nooit meer terugvind. Hé meid? Maar die doen ze dus de hele tijd af. Dat is dan wel weer irritant. Dit is hoor, het is een... Zo chill dat we oppels bij ons hebben. Schoonhouders. Ja, ja, heel ja. Chill. Heel relaxed, aanraden, echt. Ja. Zou iedereen moeten doen. Ja. I don't care how far, I won't stop trying. I wanna be right where you are. Mooie service hier, hè, Kimberly? Oh, niet normaal. Waarom denk je dat ik hier op front row zit? Ik hou de kinderen aan de gaten, ja? Dat is gevaarlijk, meisje. Het allerlekkerste dat er is. Een café con leche. Lekker aan het strand. We zitten gezellig naar surfers te kijken hier. Die helemaal sportief bezig zijn. Tenminste, ik vooral. Oh, jongens, paradise. Zo lekker dit. Oh. Jee, yeah, we zijn aan het zwembad. Ziet er toch chic uit, hè? Even jouw haartje nog doen. Kissen. Dit is de kamer waar Ramos en de meiden slapen. Meiden hier en dan Ramos gaat dan hier slapen. En die meiden die gaan dan 's middags nog naar bed. En dat hebben we bij Ramos ook geprobeerd, maar dat lukt er helemaal niet. Dat wil hij natuurlijk niet. Maar 's avonds is het elke keer super laat. Maar goed, daar is ook vakantie voor, dus we doen het er maar gewoon lekker mee. Ik heb lekker een jurkje aangedaan. Deze die heb ik al een tijdje. Joejoe! Maar nog niet zo heel vaak aangehad. Dus ik dacht, laat ik hem nu eens aandoen. Lekker met mijn laarsjes eronder. Deze. Mooi, hè? Heel mooi. Ja, fantastisch. En moppen gaan lekker uit eten zo. Helemaal zin in. Helemaal gesloopt gewoon. Ik moet wel zeggen dat ik nog steeds zin heb om uit eten te gaan. Het is nu avond 5 uit eten volgens mij. Ja, heb je dan, ik merk al wel dat ik een beetje minder zin heb. Ja? Nou, ik heb er nog steeds zin in. Maar op een gegeven moment ben ik... Ben je er klaar mee? Daarom ik zeg het gewoon lekker om zelf te koken, zeg maar. Ja. Maar we gaan toch wel lekker van het gemakje doen. Ik heb het allermeest zin in paella. Zo lekker. Hey, kijk eens wie we daar hebben. Kom, doe eens je haar even droog maken en dan ja, heb je vanochtend haar. Al zijn haar gedaan. Dat is nu niet meer nodig, jawel, papa. Jawel, het zit helemaal nergens na. Mama? Ja. Beker meenemen? Ja. Ja, kom we gaan haartjes doen, dan gaan we. Zitten we lekker hem op? Zitten we lekker, ja. Yay. Oeh jongens, wat lekker. We hebben voor de kindjes een beetje to share gedaan. En voor onszelf hebben we pizza. Heerlijk. Goedemorgen, het is vandaag weer de dag erna. Ik moet altijd even nadenken. Het is vandaag zondag inderdaad. En Ed en Ramos en ik zijn lekker onderweg. Want we gaan broodjes halen bij de supermarkt. Een van de leukste dingen van de ochtend altijd vind ik. Gezellig lekker warme broodjes halen. Hoewel ik deze keer denk ik gewoon voor een yoghurtje ga eten. Want het brood komt eigenlijk mijn strot uit inmiddels. Daar krijg ik zo'n fluffy broodbuik van. Dus ik denk dat ik lekker een yoghurtje halen. En wat water en nieuwe pasta en Ramos. Want ons potje pasta is al bijna op. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus die moeten we nog even nieuw hebben. Het is hier al super lekker weer. De zon schijnt.
Ik wil elke dag zo wakker worden, echt. Als je het heel leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Van de zoete zusjes geleerd, hè, dat soort teksten. Als je, duimpje, of als je het filmpje leuk vindt, doe dan een duimpje omhoog. Nou, doe maar dan, want dat vinden wij dan ook weer heel leuk, hè, Ramos? Nou, als ze dat doen. Welke supermarkt gaan we? Oh, dat ziet toch schattig, hè? Dit is toch gewoon heerlijk. Wakker worden, jongens. Sorry dat ik jullie hiermee... Ah, dat is een soort van lastig geval, want als we dit kijken allemaal, dan zijn wij ook weer terug. Ja, dit wil je toch gewoon altijd, elke dag. Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday, when I'm thinking of you. Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. Nou, dat was mijn ochtendje wel, echt. Wij waren dus gaan wandelen lekker. Daarna naar het zwembad gegaan. Ik praat trouwens een beetje zachtjes, want de kindjes die liggen op bed. En ik hoop dat ze even gaan slapen. Maar toen wij bij het zwembad waren, toen hadden we lekker een koffietje gehaald. En normaal gesproken doe ik de bandjes bij de kindjes altijd meteen om. Want ik ben als de dood dat er iets gebeurt. Maar wat denk je, dit keer, we waren gewoon, we zaten, Ed had koffie gehaald. En ik was met installeren en binnen een split second zag ik ineens dat Bobby in het water stond en zich niet staande kon houden. Echt, nou ja, ik ga je de verdere details besparen, want ik was helemaal overstuur. Maar uiteindelijk viel het achteraf redelijk mee, als het goed is. En het zijn nu een uurtje of vier verder, geloof ik. Ze is oké, ze gaat nu lekker slapen en ze blijft hier en die houdt haar goed in de gaten. Maar ze was alweer aan het spelen en aan het eten en alles. Maar echt de schrik van mijn leven. En dat terwijl ik altijd zo ontzettend alert ben daarop. En juist altijd bang voor verdrinking en dat soort dingen ben. Waardoor ik gewoon altijd goed oplet. Maar echt in één seconde was het dus zo gevaarlijk. Maar goed, ik ben... In mijn hoofd er nog niet helemaal bij. Maar ik heb de kindje op bed liggen. En die blijft hier. Ga ik even lekker met mijn ouders aan het zwembad liggen. Lekker wat toastjes en zo mee. Even wat lunch en dan... Goedemorgen, het is vandaag maandag hier. En we hebben lekker geslapen vannacht. Ik ben weer helemaal hersteld naar de heftige gebeurtenis van gisteren. En heb besloten om het gewoon los te laten. Het is goed afgelopen, dus... Daar ga ik me gewoon aan vasthouden. Ik zit nu gezellig samen met Charlie op de bank. Zij was vroeg wakker vanochtend alweer. Dan gaat ze echt gewoon pas om 9:30 naar bed en is om 6:15 wakker. Dus wij hebben hier op de bank al wat boodschappen zitten bestellen. En ik ben even aan het kijken voor een nieuw dekbed. Want wij krijgen namelijk, aankomende vrijdag, dat is over een paar dagen, krijgen wij namelijk een nieuw bed. Wij hebben ons bed, die echt heel klein is volgens mij... Even denken, 1,60 bij Noise of zo. Die hebben wij al best wel lang. En we merkten gewoon dat we toen we gingen verhuizen toe waren aan een nieuw bed die groter is. Zodat alle kindjes lekker 's ochtends bij ons makkelijk in bed kunnen zitten. En die hebben we nu gevonden en besteld. En die wordt dus aankomende vrijdag geleverd. En ik ben even aan het kijken of ik daarvoor ook een nieuw dekbed moet hebben. Dat weet ik dus niet zeker. Omdat die dus, even kijken... 2x2 is. Dus dat is volgens mij best... Of 2x220. Moet ik even kijken. Maar best wel heel groot dus. Maar goed, ik ga hem even laten zien. Dit is hem. En dan hebben we dus gekozen. Je hebt allerlei maten. Wij hebben dan dus 2x2 gedaan. En dan kun je ook het hoofdbord kun je kiezen. En daar hebben wij de... Even kijken, die niet. Deze hebben wij gekozen. Kijk. En die vond ik dus heel chic. En hier natuurlijk ook die muur. Maar goed, die hebben we dan weer niet. Maar die vind ik wel tof. 2x2 hebben we. Een hoofdbord deze. Ja, schat. En je kon ook de pootjes nog kiezen. En die wordt dus vrijdag geleverd. Ze hadden heel... Ja, meid. Wat wil jij? Ja, ik ga zo met jou kijken, meisje. Tof, hè? Ik ben helemaal benieuwd. Maar ik weet dus niet of we nu een nieuw dekbed moeten hebben of niet. Moe. Charlie is nog moe, hè, meid. Die heeft gisteravond tot heel laat buiten gedanst. Dat heb ik trouwens niet gefilmd, maar misschien kan ik het invoegen. Want ik heb het wel op mijn telefoon gefilmd. Het was zo schattig. Ja.
Zo, we gaan weer lekker zwemmen. Mochten jullie je afvragen waar Ramos steeds is, die zit aan zijn opa en oma vastgeplakt. Jou zijn is dan alles wat ik wil. Jezus, ik heb er altijd last van. Dan kijk ik in de spiegel. Weet je, zo'n soort van donker licht na het douchen en denk ik, oh, ik hoef geen make-up op, want ik zie er gewoon goed uit. Dan kijk ik in het licht en denk ik, oh kak, is toch heel anders dan ik dacht. Wij zijn onszelf weer helemaal aan het klaarmaken om vanavond op pad te gaan. Wij hebben het vandaag een beetje anders gedaan dan de andere dagen. We zijn trouwens nu op de twee na laatste dag. Ja, het is vandaag maandag en we gaan... Nee, het is vandaag maandag en we gaan donderdag naar huis, maar wel 's ochtends al. En wij dachten van, we gaan in plaats van 's avonds ergens eten, wat we tot nu toe echt elke avond hebben gedaan, gaan we een keer lunchen. Dus we hebben uitgebreid geluncht met de heerlijke vegetarian paella. Echt zo lekker vind ik dat. Ik heb dat niet gefilmd, maar ik heb wel wat beelden volgens mij op stories gemaakt. Dus als het me lukt, ga ik die nog toevoegen. Ik weet trouwens ook niet wanneer deze vlog online gaat komen. Ik denk ietsje later, in verband met onze vakantie. Oeh, sexy hoor. Maar goed, we hebben dus besloten om vanavond lekker gewoon iets te eten wat we tegenkomen. Of weet ik veel, ergens een broodje of een ijsje of wat dan ook. Want we hebben pas om 3 uur heel veel paella gegeten. Dus we hebben ook niet echt honger. En dan gaan we zo lekker winkelen. Dus daar heb ik ook wel zin in. Ik heb helemaal nog niks gekocht hier in deze bijna hele week. Dus het wordt tijd om eventjes gewoon, al is het maar iets kleins, maar ik vind het wel leuk om altijd op vakantie in ieder geval iets te kopen. Als je niet beter zou weten, zou je echt denken dat ik zwanger zou zijn. Dan krijg ik dus echt zo'n opgeblazen buik van het eten hier. Niet te doen, maar goed. Maakt niet uit, het is ook maar 1,5 week, dus dat is prima. Oh. Romantisch achtergrondgeluidje ook weer. Oh, we hebben een van de dames die zich ontwijst aan het ontwikkelen. En echt de hele tijd op boevenpad. Van allerlei gekke dingen aan het uithalen en oh, helemaal. Gisteren stond ze midden in de speeltuin met een rokje. Ja, je had het moeten zien. Ik echt, je zou je helemaal kapot lachen. Ze had zo'n rokje aan met van dat gaas ervoor. En toen deed ze zo dat rokje omhoog, zodat je de blote buik zag. En dan dat gaas zo over de gezicht. Toen liep ze allemaal zo in die speeltuin met die staartjes. Ja, echt. Het was zo komisch. Maar voor ons op dit moment echt een hele uitdaging. En toen waren we alweer aan het einde van deze weekvlog. Het is vandaag hier dinsdag en we hebben onze twee na laatste dag vandaag. En we gaan nog even lekker 2 dagen genieten hier van elkaar, het zwembad, allemaal gewoon lekker chill. Maar deze beelden die moeten naar de editor om het een beetje op tijd allemaal online te krijgen. Dus voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken met onze vakantie. Het was al super lang geleden dat we naar het buitenland zijn geweest. Eerst door de komst of de zwangerschap van de meiden, de komst van de meiden. Toen natuurlijk vorig jaar met die hele, je weet wel. Dus ja, het was heel fijn weer. Leuk dat je mee hebt gekeken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie volgende keer weer. Doei!